All right, come on, into the house. Come on, come on. I can see you. De horrorfilm The Blair Witch Project uit 1999 was bij het verschijnen ervan een fenomeen. Niet zozeer qua vorm, want de film is nogal amateuristisch gefilmd. En verder zijn er weinig sprankelende dialogen, geen bijzondere special effects en al helemaal geen esthetische filmshots. Maar precies die elementen, of beter gezegd het gebrek aan esthetiek, gebruikten de makers om een hype te creëren. Het medium waarmee gefilmd was en het ongescripte praten suggereerde authenticiteit. En zo kwam de film ook in die bioscoop, alsof de camera ergens gevonden was en de mensen die je ziet inmiddels zouden zijn verdwenen. Zo'nzelfde truc van gecreëerde authenticiteit werd toegepast in de 18e eeuw, bijvoorbeeld bij het nieuwe genre van de briefroman. Boeken opgebouwd uit brieven waarbij de suggestie werd gewekt dat deze brieven echt verstuurd waren. En dit vernieuwende genre van de briefroman zou aan de basis staan van de moderne roman zoals we die nu kennen. De term roman had aan het begin van de 18e eeuw een negatieve betekenis en wekte bij het Nederlandse lezerspubliek de associatie op van wonderbaarlijke en vooral ongeloofwaardige gebeurtenissen die de lezer, en dan zeker de jeugdige lezer, het hoofd op hol konden brengen. Justus van Effen, oprichter en schrijver van het tijdschrift De Hollandse Spectator, noemde deze onstichtelijke roman in 1730 beuzelgrollen, die ten uiterste nadelig zijn voor de goede zeden. En in een eeuw waar de deugd en het nut centraal stonden, wilden schrijvers dus niet geassocieerd worden met die roman. En daarom legde men de nadruk op zogenaamde waar gebeurde verhalen. Want als een verhaal werkelijk was gebeurd, kon de schrijver in ieder geval niet verweten worden dat het verhaal ongeloofwaardig of onzedelijk was. In het voorwoord van boeken werd de lezers dan ook vaak toevertrouwd dat ze echt de waarheid zouden gaan lezen. Zoals in het voorwoord van Het Wonderlijk Leven en de Oorlogsdaden van de Kloekmoedige Land- en Zeeheldin dat omstreeks 1700 verscheen. Waarin een Maastrichtse vrouw vele avonturen beleeft, zich onder andere vermomt als man en het leger ingaat. Dus totaal ongeloofwaardig. En dezezelfde getuigenis wordt haar ook gegeven van alle degenen die doenmaals met haar in dienst zijn geweest. Waarvan er nog zoveel in het leven zijn die bevestigen zouden kunnen hetgeen in het gevolg geschreven staat. Dat niemand in haar minste aan de waarheid behoeft te twijfelen. De roman had aan het begin van de 18e eeuw dus maar weinig literair aanzien in tegenstelling tot de poëzie en het theater. En moest het dus hebben van voorwoorden met een dergelijke waarheidsclaim. Daarnaast had je ook puur vermaak, zoals pornografische romans en biografieën van criminelen als de Franse Cartouche. In de loop van de eeuw ontstaat er een nieuw type roman, de briefroman. En dit genre sluit perfect aan op de eisen van waarheid, waarschijnlijkheid en zedelijkheid. Bij de briefroman is het verhaal volledig opgebouwd uit brieven die de personages naar elkaar sturen. En deze opzet zorgde voor een volledige nieuwe leeservaring. Dit was geen laag en ongeloofwaardig amusement meer. Deze vertelvorm bood de lezer inzicht in de psyche en het gedrag van de mens. En daardoor was het ook uitermate geschikt voor de beschavingsidealen van de verlichting. Wereldberoemd werd de Engelse schrijver Samuel Richardson met zijn briefromans Pamela en Clarissa, die ook op de Nederlandse markt verschenen, nagevolgd door onder andere Engelse, Franse en Duitse schrijvers. Pas 40 jaar later, in 1782, verscheen de eerste Nederlandse briefroman, geschreven door twee vrouwen. Betje Wolf en A.G. Deken vormden een schrijversduo en ze vergaarden roem met hun Historie van mejuffrouw Sarah Burgerhart, dat er volgens vele literatuurgeschiedenissen als de eerste echte Nederlandse moderne roman gezien kan worden. Dit in brieven opgebouwde verhaal gaat over Sarah, een tienermeisje van wie de ouders vroeg gestorven zijn. Ze groeit op bij haar tante, maar daar is ze zo ongelukkig dat ze naar een pension voor jonge meisjes vlucht. Daar geniet ze vervolgens van haar vrijheid en van het goede leven. En ze komt in contact met enkele geïnteresseerde jonge mannen en één van hen wordt haar bijna fataal. Aan de hand van Sarah Burgerhart wil ik enkele kenmerken van de epistolariteit, oftewel het gebruik van brieven, beschrijven. Want hoewel tegenwoordig geen klassieke briefromans meer geschreven lijken te worden, werden in dit 18e eeuwse genre voor het eerst literaire technieken gebruikt die we nog steeds in boeken zien terugkomen. Zo heeft de briefroman geen alwetende verteller zoals dat voorheen gebruikelijk was. Het is zoals gezegd opgebouwd uit brieven geschreven door meerdere personages. Het bevat dus een meervoudig perspectief opgebouwd uit meerdere ikken. Deze personages zetten hun gevoelens en meningen op papier, beschrijven wat ze hebben meegemaakt en stellen elkaar vragen. Vaak hebben ze ook ieder hun eigen schrijfstijl die hun karakter typeert. Vriend Jan, hoe dikwijls, doe lompe kerel, zal ik u dan moeten zeggen dat mij alles verveelt en gij met uw weergaze apenkuren, kwakzalversloopjes en zotte uitnodiging met een paar onze lievertjes nog wel het allermeest.
Wat kan ik, arme duivel, doen? Waarom denken dan aan de bevalligste meid die ooit met een paar schone ogen de halve wereld in oproer stelde? De enige die alle brieven te zien krijgt is in principe de lezer. En daarbij komen we bij het tweede kenmerk van de informatievoorsprong. Een schrijver van de brievenmand kan de spanning verhogen door met de post te spelen. Met brieven die nooit of die te laat aankomen. Brieven die worden onderschept of brieven waarin duidelijke leugens staan. Personages zijn dan ook vaak fysiek van elkaar gescheiden omdat ze verhuizen of op reis gaan. Terwijl ik niet weet waar gij u thans bevindt, zal ik deze niet afzenden. Ik hoop u alles deze zaak betreffende te doen weten, al ware het dat ik u de brieven zelf overleverde. Naast de voorsprong heeft een lezer ook een informatieachterstand. Als twee vrouwen die al jarenlang vriendin zijn elkaar schrijven, hoeven ze elkaar natuurlijk niet te gaan zitten uitleggen wie hun overige familieleden zijn. Maar voor de lezer is het wel prettig om een goed beeld te krijgen. En dat gaat dan ten koste van de geloofwaardigheid, die enigszins wordt verdoezeld met opmerkingen in de trant van je weet wel. Mijn waarde vader, weet gij, was Jan Burgerhart. En negotieerde in de thee. Zijn handel was voordelig. Mijn lieve moeder was, zoals men dat noemt, een bestorven meisje. Zij had een stuiver goeds en trouwde zeer jong. Het laatste kenmerk dat ik wil behandelen is het writing to the moment. Oftewel het beschrijven van de gebeurtenissen alsof ze ter plekke plaatsvinden. Maar in feite beschrijft de briefschrijver ze achteraf. En om de authenticiteit te verhogen wordt in de brieven vaak het schrijven zelf dan ook benadrukt. Het wordt donker en ik krijg geen licht in mijn kamer. Ik kan des niet langer schrijven. Aan de ene kant zorgt het schrijven naar het moment toe in de tegenwoordige tijd voor een vorm van realisme. Je bent er echt bij. Maar het zorgt dus ook voor vervreemding met personages die brieven schrijven in de meest rare omstandigheden. Bijvoorbeeld huilend direct na een verkrachting. Dit effect werd overigens in de 18e eeuw al belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld in de Pamela parodie Shemela, waarin de hoofdpersoon tijdens haar aanranding blijft doorschrijven. Net als de briefromans van Richardson bevat Sarah Burgerhart zo'n moment van wat we tegenwoordig seksueel grensoverschrijdend gedrag zouden noemen, wanneer Sarah bijna verkracht wordt door de versierder R. Wolf en Deek hebben de verslaglegging hiervan opgelost door een ingenieuze constructie waarbij Sarah het verhaal van wat haar is overkomen heeft opgeschreven voor haar vriendinnen en ook heeft overhandigd aan haar aanbidder Hendrik Edeling, omdat ze het te lastig vindt om te vertellen wat er gebeurd is. En Edeling op zijn beurt stuurt dit verhaal weer door naar zijn broer, waardoor zowel zijn broer als de lezer ook weer op de hoogte is. Hoe neemt gij het dus op? Dan bedriegt gij u, want, en hij zwoer een dure eed, het is mij ernst, ik bemin u, gij zult de mijne zijn, alweder naar mij toedringende. Hou u gerust, gij bedriegt u, zie ik omtrent mij. Zo gij mij beminde, zoudt gij mij dus niet kunnen vernederen. Laat mij gaan, ik wil hier niet langer blijven. Laat mij gaan, ik wil hier niet langer blijven. Oh, zo spreekt men niet tegen een man als ik ben en dan op zijn eigen plaats. Ik bestorf als mijn linnen. Zie meisje, al die grote gevoelens zijn bij mij niets dan meisjesbeuzelarijen. Evenwel, gij zijt nog te bekoorlijker nu gij zo'n fraai rolletje speelt. Kom, mijn Saartje, laten wij gelukkig zijn. De tijd is kostelijk. Zo gij tenminste dwaas genoeg zijt om naar huis te willen keren. Hij wilde mij weder kussen. Schelm! Deugen niet, Judas! Al wat gij mij wilt, mijn engeltje, mits dat gij mij gelukkig maakt. Hoe ik te moede was, kunt gij enigszins opmaken, maar ik hield mij moedig. Ik ben, zie ik, in uw macht. Maar veel eerder dan uw verfoeilijke oogmerken te beantwoorden, zal ik het uiterste wagen. Ik zal gerucht maken, zo gij de deur niet open doet. Ik doe geen deur open, en of gij gerucht maakt of niet, het zal niets helpen. Niemand hoort u. Kom, gij hebt genoeg verweerd. Zelden had ik zoveel werk met mijn lievertjes. Een modern voorbeeld van writing to the moment waarbij de geloofwaardigheid in het gedrang komt, vind je in het nummer Stan van rapper Eminem, waarin de geobsedeerde fan Stan berichten stuurt aan zijn idool. En in zijn laatste bericht, terwijl hij van de brug rijdt, vraagt hij zich af hoe hij in hemelsnaam nog dat bericht moet gaan versturen. Uiteindelijk schrijft de rapper een brief terug aan de inmiddels overleden Stan. En als schrijvende realiseert hij zich dat hij een brief schrijft aan degene over wie hij in het nieuws heeft gehoord. Een man die zijn vriendin in een kofferbak heeft gesmeten en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Het versturen van brieven is vandaag de dag een haast uitgestorven communicatiewijze, volledig overgenomen door e-mail en appjes. En er zijn haast geen boeken te vinden, een hele enkele uitzondering daar gelaten, die nog volledig zijn opgebouwd uit teksten die heen en weer worden gestuurd. Dat het gehele verhaal in brieven, e-mails of appjes gestopt moet worden, die personages naar elkaar sturen, is naast een beperkende factor voor de schrijver ook iets wat we wellicht wat onprettig vinden om te lezen. Toch zie je in mindere mate diezelfde literaire technieken nog wel terugkomen. Bijvoorbeeld bij personages die fysiek van elkaar verwijderd zijn en elkaar via e-mails op de hoogte houden. En in thrillers versturen moordenaars regelmatig anonieme berichtjes
die spanningverhogend werk. De persoonlijke en performatieve aard van dit soort communicatiemiddelen zorgen ervoor dat de aanwezigheid van zo'n 1-op-1 bericht ervoor kan zorgen dat de schrijver met informatie kan spelen. Als lezer weet je namelijk evenveel als de ontvanger die zo'n bericht krijgt, of evenveel als de verzender op het moment dat hij zijn tekst aan het typen of schrijven is. Tot slot bestaan er ook moderne, eenzijdige briefromans, of beter gezegd brievenboeken. Gerard Reven werd er bekend om en tegenwoordig heb je Nicoline Mitsé met haar Faxen aan Ger. Het is literatuur die tegen de non-fictie aanschuurt. Een modern fictief gebruik vind je in Lieve Celine van Hanna Barefoots, waarin de briefschrijfster net als in het nummer van Eminem brieven schrijft naar haar grote idool, in dit geval Celine Dion. Het grootste verschil met de traditionele briefroman is dat de geadresseerde in deze moderne opzet geen rol speelt en in principe ook niets terugstuurt. Soms is dat ook nooit de intentie geweest, zoals met Gerard Reven, waardoor deze vorm van literatuur meer richting de dagboekvorm gaat. Terug naar de 18e eeuw, naar Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Want naast de eerste Nederlandse moderne roman kunnen we dit boek ook de eerste young adult uit de Nederlandse literatuur noemen. Want het boek is namelijk gericht aan de Nederlandse juffers, oftewel pubermeisjes. Onze hoofdbedoeling is aan te tonen dat ene overmaat van levendigheid en ene daaruit ontstaande sterke drift tot verstrooiende vermaken door de mode en de luxe gewettigd de beste meisjes meermaal in gevaar brengen om in de allerdroevigste rampen te storten. Het doel van de schrijvers is de lezeressen te leren welke gevaren een meisje kan tegenkomen, maar vooral hoe ze een brave burgervrouw moeten worden. Niet voor het geld kiezen, niet voor materialisme en verleiding, niet voor de losbandige vrijheid, maar voor het burgerlijke huwelijk, waarbij de opvoeding die Sarah niet volledig kreeg centraal staat. De speaking names, oftewel de programmanamen van de personages, duiden ook op dit doel, met Everard Redelijk en Hendrik Edeling die redelijk en goedaardig handelen tegenover het onzuivere handelen van Lotte Rien de Toux en Cornelia Slimslamp. De ideologische boodschap sluit zo perfect aan op de verlichtingsidealen in Nederland, waarbij opvoeding en de individuele vrijheid samen moeten gaan met een goed huwelijk tussen een man en een vrouw. Na Sarah Burgerhart schreef het duo Wolf en Deken nog twee omvangrijke briefromans rondom Willem Levend en Cornelia Wildschut. Ook hierin draait het verhaal om jonge mensen die reden en gevoel met elkaar in evenwicht moeten brengen. Het succes van de briefroman van Betje Wolf en Aagje Deken was direct zichtbaar in de Nederlandse literatuur, met andere schrijvers die zich gingen toeleggen op echte Hollandse briefromans. In 1782, dus hetzelfde jaar waarin Sarah Burgerhart verscheen, verscheen er overigens ook een kinderboek, De Kleine Grandison, waarin de 12-jarige Willem in Londen gaat logeren bij een welgestelde familie. Het boek is voornamelijk opgebouwd uit brieven tussen Willem en zijn moeder, waarin de moraal zich richt op hoe je als kind goed dient te gedragen. Twee andere bekende voorbeelden binnen het briefgenre uit de 18e eeuw zijn Julia van Rijvers Veit en Het Land van Elisabeth Maria Post. Boeken waarin veel minder met informatie wordt gespeeld. Het gaat veel meer om het verkondigen van het innerlijke gevoelsleven. De emoties staan in deze boeken centraal, met lange epistels vol zelfanalyse, verheerlijking en zelfbeklag. Deze boeken sluiten aan op de literaire stroming van het sentimentalisme, dat je kunt zien als een tegenhanger van of een aanvulling op het verlichtingsideaal van de reden. Maar meer daarover in een volgende video.